Ik werd wakker vanmorgen om 7:30. Ja, en ineens bekroop mij een enorme twijfel. Want ik had pas geleden gezegd van laat dat kabinet maar klappen. En toen ineens, ja, ik dacht bij mezelf, ja, maar stel je nou voor. Hè, dat na die verkiezingen, dat er dan toch weer heel veel partijen zijn, zoals zo'n CDA, noem maar op. En die willen dan allemaal niet met de PVV samen. Ja, dan ben je nog, misschien nog verder van huis. Zo zat ik ineens te rekenen. Want ja, hoe groot gaat de PVV worden? Dat weet ook niemand. En VVD en BBB, dat ja, oh. Twijfel, ja, twijfel is gezond, vrienden. Nou, in ieder geval zat ik vol met twijfel. En ik zend nog even snel een enquête naar de volgers op YouTube met de vraag, ja, moet Wilders de stekker eruit trekken? Ja of nee? Dat was mijn vraag aan jullie. Nou, en wat denken jullie? 1/4, 25%, die zei nee. Maar 3/4, 75%, 3/4 van jullie hebben dus in een paar uur tijd, hè, hebben 1000 mensen gereageerd. Dankjewel. Ja, top. 75% zegt ja, die stekker moet eruit. Oeh, ja, dat verbaast mij dan toch, denk ik. Jeetje, Mina. Want de mensen die nee zeggen, die zeggen nou, laat nog even wachten. En doe het maar even niet. En laat een andere partij het maar doen. Laat die de stekker er maar uittrekken. En wacht nog even af, want misschien valt het wel mee straks. Zo, dat is dan een reden om nee te zeggen. En die ja-zeggers, die zeggen ja, die NSC, zo onbetrouwbaar. Liever vandaag dan morgen eruit, weg. Weg. En heel snel die stekker eruit. Ja, die hebben echt vertrouwen in Wilders. En dat zien we ook in de peilingen. Ja, want in die peilingen blijft Wilders gewoon maar hoog en groot. En die schommelt tussen de 42 en de 40 zetels. Rotsvast vertrouwen hebben de aanhang van PVV in Wilders. Nou, hey, Geert. Ja, en nu gaan we afwachten. Wat ga je doen?